Even kijken, Dinne Kops die vraagt zich nog af, wat vind je in het algemeen van het niveau van de kandidaten die nu in dit seizoen, maar ook de afgelopen jaar hebben meegedaan? Ja, dat heb ik al vaak genoeg gezegd natuurlijk. Oh. Er zijn een aantal vrij bijzondere kandidaten die vaak ook gewonnen hebben. Die beschikken over een zeer brede kennis, bovendien een sterk associatievermogen. Niet al te zenuwachtig zijn, meestal al wel ervaring hebben met publieke optreden. Nou, die doen het allemaal geweldig. En dan zijn natuurlijk hele zwakke punten. En dat ligt niet aan de personen zelf. Dat heeft vaak te weinig te maken met of ze intelligent zijn of zo. Maar dat ligt natuurlijk aan ons onderwijssysteem. Dat die mensen dus absoluut geen flauw idee hebben van topografie tegenwoordig. Ja, kennelijk is dat niet belangrijk op de lagere school of op de middelbare school. God mag het weten. Wij moesten allemaal van die rijtjes leren. Hoge zandsappen, meer vinster, wolde beerta. Ja, je hebt er geen zak aan, maar het is toch leuk dat je het weet natuurlijk. Dus dat, en nou ja, dan, dat is ook vaak, vind ik dan schokkend, de volstrekte onkunde ten aanzien van ons politieke bestel en van recente en iets langer geleden politieke ontwikkelingen. Dat je echt denkt, nou ja, ik was laatst wel geschokt dat niemand Cenk Willink herkende op zo'n filmfragmentje. Dat je denkt, wat zouden die lui nou precies gedaan hebben? Hè? Weet ik veel, maar het is wel gek dat je dat... Maar hij speelt geen actieve rol meer natuurlijk. Hij heeft nu wel laatst weer wat... Wacht nou even. Hij heeft wekenlang zich met die formatie bezig gehouden. Ja, dat moest getemporiseerd worden. En de hitte van de verontwaardiging moest eruit gehaald worden. Enzovoort, enzovoort. Bovendien heeft hij in de afgelopen jaren voortdurend een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse politiek. Nee, dat vind ik wel gek. Ja, maar dat, ja, kennelijk, dat heeft met ons onderwijs te maken. Ja. Maar journalisten doen het volgens mij altijd goed. Al was de snollebollekers winnaar natuurlijk geen journalist. Maar nee, helemaal niet. Die had de LTS zwakstroom of wat was het ook weer. Maar hij heeft dat heel aardig verklaard. Hij zei, ja, ik praat altijd heel veel met mijn vader over politiek en wat we op de televisie hadden gezien. En nou, kennelijk is dat een soort van educatie at home geweest, thuis geweest, die in zijn geval prima heeft gewerkt. Ja. Nou, bovendien ook iemand met zelfvertrouwen. Hè? Ja, en ik sprak laatst Michiel Vos en die had schijnbaar ook contact gehad met hem na de winst van de slimste. En daar komt er echt wat op je af schijnbaar. Met Rob Kemps. Ja, dus dan is er schijnbaar heel veel publiciteit rond zo'n persoon. En je ja, ziet het nou, staat dat in de krant wie er gewonnen heeft. Ja, ja, zeker. Maar je ziet ook, hij zit nu in allemaal commercials van de... Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Maar goed, dat is nou weer wat anders. Ja. Hè? Vooral niet voor dat malle voetbal. Hè? Want we waren, godzijdank, waren we snel uitgevoetbald.